Ja, Dennis Mamoudov allereerst. Ja, weet je al of je morgen in de basis start of niet tegen ADO Den Haag? Dat hoop ik wel. En ja, dat zien we morgen. Ja, want vandaag tijdens de training, hè, we zagen je in eerste instantie met de oefeningen wel meedoen met de ogenschijnlijke basiself, toch? Ja, soms zie je dat aan de training, maar het is even afwachten en ik ben er wel klaar voor. Ja, want nieuwe trainer, hè, dan veranderen situaties vaak, want ik denk dat je wel kan stellen, ik hoorde het je net al stellen tegen andere journalisten, het voelt voor jou toch een beetje als een verloren seizoen, hè? En vooral vanaf die tweede seizoenshelft. Ja, tuurlijk. Ik heb heel veel wedstrijden niet gespeeld, echt 4 of 5 keer in de basis gestaan en dat is veel te weinig. En voor mij voelt het een beetje verloren, ja, maar nu kan het toch wel anders einde van het seizoen lopen. De laatste wedstrijd, dan mag je invallen. Is het iets meer dan, hè, de 5 of 6 minuutjes die je misschien soms krijgt om aan het einde een beetje tijd te rekken? Dat voelt ook wel beter, lijkt me. Ja, tuurlijk. Soms vul ik ook gewoon 5 minuten in of 3 minuten of 8 minuten. Ja, daar kan je weinig laten zien. En laatst kreeg ik volgens mij 30 minuten. En daar kan je wel laten zien wat je hebt. En ik hoop meer. Ja, de trainer gaf het dan vorige week aan tegen Willem II. Zeg jij, ik wil misschien wat meer dynamische spelers erin hebben. Spelers met een actie. Denk je ook echt dat jij dat kan bijdragen aan het elftal? Dat je misschien net wat meer in aanvallend opzicht brengt? Ja, dat denk ik wel. Ik kan een doelpunt maken, acties, assisten geven. En dat is wat trainer wil voor een buitenspeler. En ik denk wel dat ik zo'n type speler ben. Goed, en dan zeg je het al, je wil jezelf zoveel mogelijk laten zien. Hoop je natuurlijk dat je in de basis staat. Goed, ja, als het seizoen goed gaat, dan duurt het natuurlijk niet zo heel lang meer. Nee, klopt. Er is nog 3 wedstrijden. Ik hoop dat we dan gelijk erin blijven. En dan hopelijk speel ik alle 3 wedstrijden. Ja, inderdaad, dat erin blijven, dat hoor je toch wel bij iedereen nog steeds. Dat die positiviteit er nog steeds wel is. Iedereen gelooft er dus ook nog echt in dat het echt wel mogelijk is nog steeds om Emmen in te halen. Ja, tuurlijk. Als wij in die 3 wedstrijden punten halen, dan geloven we er heel, heel goed in dat wij erin blijven. Wat jou betreft, jij hoeft geen extra wedstrijden nodig te hebben om jezelf te gaan laten zien in die play-offs. Ja, als we maar erin blijven en zo snel mogelijk.